Hallo kijkers en welkom hier op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dimitri Remus. Eerst naar mijn ouders, dan naar de winkel, dan naar mijn schat. Ja, kijk maar, hier staat weer een berg. Af te wassen. Ik was hier de tafel mee aan het nemen. Niet de bedoeling. Zwaar. En dan vallen jullie. Hier zijn jullie weer. Hallo, kus. En nu vergeet ik nog een handdoek. Voilà. Hopelijk. Nu valt er weer al een handdoek. Ik kan echt niet vertrekken. En dan valt er weer al een handdoek. Kan toch niet. Allee. Yes, er is nu niks meer gevallen. Heel rustig van de trappen afgaan. Een hele bevalling. Allee. Dan probeer buiten te geroken. Voilà. En buiten. Oh, het is heel goed buiten. En dan gaat weer al een handdoek. Juist dezelfde handdoek als er juist. Dus ik erop gooien. En go. Amai, hier kunnen ze binnenkort niet meer door. Leuk is dat. Heel leuk. En bij de auto geraakt. Een hele bevalling. Voilà. Nu nog mijn was erin doen. Ja, ik blijf eten bij mijn schatje. Dus ik moet ook nog gewoon naar de winkel toe gaan. Altijd de een en dezelfde handdoek valt. Jesus Christ. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Zo, we gaan nog een kleine tourje maken hier in de buurt. Dan ga ik ook hoogstwaarschijnlijk Pia naar huis doen. Waarom? Zij voelt zich ook niet 100%. Ik voel me niet 100%. Dus dat wordt rusten, maar dan wel van elkaar af. Of van de handjes van elkaar kunnen blijven. Nee. En ik heb juist 3 biscuitjes met confituur gegeten. Dan heb ik ook daar nog melk bij gedronken. Dus. En nu juist ook pas de frit gehad. Om mijn fragmenten in elkaar te steken. Amai. Ik voel dat de zonneke wel aan het branden is. Maar ik kan je ook één ding zeggen. Tegelijk wat mijn lievertje ook aan de hand heeft. Ik vind dat frikades. Het is warm buiten, maar binnen is het gewoon koud, vind ik. Maar jij bent ziek, hè? Dus dan is het anders, hè? Ja. En niemand kan voelen wat jij voelt. Voilà, ze, dat is... Bij dat ze hetzelfde voor hebben. Heb je nu de ontsmettingsmiddel mee? Ik heb niks mee. Ik hoop me, ja, dat geeft de sleutels. Want ik heb zelfs mijn rugzak niet mee. Ja, uw sleutels hangen toch op? Oh ja, dan pak ik mijn sleutels even. Allee, even. Moet dan niet blijven thuis? Ja, ik ga die het zelfs erop doen.
Allee, terug even naar binnen toe, mijn spullen halen. Oh, ik was die vergeten. Mijn kabels voor de gsm op te laden. Oh, jezus, als mijn kop niet vast stond, hè, dan zal ik die ook nog eens vergeten. Allee. Een goede titel. Psycho vergeet meestal dingen voor de eerste keer voor te vertrekken met de wagen. Oh ja, kijk. Ik zit nu terug op mijn appartementje. Oh, hier zat alles in, hè. Ja. Wat moet ik dan nog hebben? Een kabel. Ik heb denk ik alles. Als ik dan nog iets ben vergeten. Ah ja, juist. Ik weet dat hij mij bijt. Ik weet dat je mij aan het bijten bent. Met ons ontsmettingsmiddel. Ziet je? Was mee aan het bijten. Ik heb hem. Voilà. Oh, mensen. Wel goed voor de conditie. Ik heb 2 keer de lift al niet genomen. Dat was al goed. En ze zijn ook goed aan het werken, Gender. Kijk maar. Hier, Gender. Je moet het maar kunnen, hoor, zo achteruit rijden. Ik heb er toch wel moeite mee met samen met Euro Truck Simulator. Hier, schat, hier zitten de kabels in. Zie dat? Je zit daar al, hoor, mensen. Ik zal het niet kunnen. Ik zal het echt niet kunnen. Nu nog mijn lievertje even verzorgen. Kabels, waar moet die liggen? Wacht, ik zal al de kabels gauw insteken. Dat is al ene. Hier zit een knopje in. Je moet er gauw eens uithalen. Voilà, dat is knop nummer 1. Ik heb die al ontsmetten. Ja. Dan heb je ingang nummer 2. Voilà. Wij zijn niet aan het zoeken nu. Ja, dat weet ik niet, hè. Jij had die, hè. Nee, daar heb ik die hier niet in gedaan. En nu? Ik ga ermee naar boven, hè. Ja, en nu? Ik denk dat ik... dat ik hem erover laat lopen. Is die nog schoon? Die is toch schoon. Dan gebruik je die hem maar. Dan heb ik chance. Ja, dan heb je heel veel chance. Oh, dat gaat pikken, hè. En dat gaat zeker pikken. Ah, ik heb het er al. Oké. En dan zo. Ja, en dan zal ik nu de pleister over de madammeke haar vingertje doen. En ze gaan aan het jodelen in uw eigen... Ja, tuurlijk. Ik ben heel hard aan het duwen erop met die ontsmettingen. Nu. Niet schrikken hoe het er nu uitziet, hè. Valt toch mee? Nee. Kijk, als ik dat er net afhaal. Allee. Nee, kijk. Ja. Je ziet waar dat is, hè? Ja. Stil houden, gij. Ja, ik tril heel veel, sorry.
Voilà. Dat is heel moeilijk, Sanne. En je moet niet hier doen, dat doet pijn. Moet er een kusje dan opgeven? Nee, je moet er gewoon niks mee doen. Oké. Okay. Gewoon die pleister rond en niet opduwen. Dat is fijner. Dan doe je geen mens pijn. Oké. Okay. Sorry, ik moet soms flauwekul zeggen. Om mijn pijn weg te... denken. Ja. Kiwi, kiwi, ananas. Juist, ja. Waar? Ja, ik ben nu gewoon iets aan het instellen nu. Nu ga ik pas iets instellen. How would you like to feel when you arrive at your destination? Let this intention guide you. Voilà, we gaan eens een klein rondje rijden. Tot straks allemaal. Yo, 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 yo. Blijven staan. Zo mensen, ik ben terug thuis aangekomen. Even mijn gsm nemen. Oprollen, de kabel. Voilà. Bij deze is dat nu gebeurd. Dan ga ik nog iets in mijn koffer ook nog nemen. Die is leeg. Ja, dat kan ik ook nog meenemen. Die is leeg. Kan ik ook nog meenemen. Die pakje sigaretten is leeg. Dus ja, ik ga dus al de rommel wat nog in mijn auto ligt, ga ik dus meenemen naar boven toe. Dan ga ik nog sorteren. Want mijn auto moet toch niet een en al puin opleveren. Voilà. Dus ik ga jullie laten. Dan kan ik even gauw opruimen. Vind je wat? Ja, nee, dat, ga ik, dat gaat niet. Want het staat veel te hoog. Ik wil zeggen, ik ga mijn dingen daarop zetten. Op die verdeelkast. Maar... er zit iets te veel brandnetels ertussen. Dus het gaat niet. Ah. Allee. Ik zie jullie allemaal stressjes terug. Nee, ook niemand in de buurt die mij eens even wat kan helpen van... oh, ik hoor jou eens wel komen helpen filmen. Nee, niemand niet. Ai, ai, ai. Ik hoor wel mensen, maar ik zie ze niet. Allee mensen, ik zie jullie allemaal de volgende keer terug. Ik ga hier al de vlog beëindigen. Ik ga aan de andere kant staan voor de belichting. Oh, nu heb ik wel de tegenstand, maar maakt niet uit. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En voilà. Vergeet niet te abonneren. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet op het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream er is. Voor de rest zeg ik dat als altijd bij het einde van de vlog. Yo, 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 yo. Ik ga toch nog een kleine toevoeging doen. Wat ik ook heb beloofd na mijn livestream van Euro Truck Simulator die 3 uur heeft geduurd. Oh, mannetjes. Ja, ik heb een vracht moeten... gespeeld, hè. Heb ik afgeleverd van, eens even gewoon eens kijken. Sluiten. Terug. Studio. Eens even kijken. Live. Eens even kijken. Hè. Van, dus vracht was snijbloemen. Van Marseille in Frankrijk naar Turku. In Finland. Vrachtgewicht was 1758 kilo. En inkomst was 93.323 euro. Dat betekent in totaal van 34,77 eurocentjes per kilometer. Maar ik heb dus daar gemaakt. Dus ik heb daar
een mooie livestream van 3 uur afgeleverd. Oké, en nu ook nog wat ik ook op de livestream ook eens heb gezegd. En van ik ga dat ook dan ook nog doen. Ik zou wel de shout-out doen naar Olly. Dus bij deze, Olly, je krijgt dus een shout-out van EXO. Dan de shout-outs recht uit mijn hart voor de volgende mensen. Grevolution, Hamza, Penguin Gaming 88. Ik moet dat zo even zeggen, want Penguin Gaming 88, English, is van buitenland, buiten België en Nederland. Dus welkom Penguin Gaming 88. On Psycho TV. En dan ook nog de grootste fan van Psycho TV, Scopatropa. Ah wel. Scopatropa. Dit ga ik ook nog doen voor jou. Alsjeblieft. Love, 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 love. Alsjeblieft. Toppie. Dus en nu ga ik wel echt de vlog volledig beëindigen, hè, mensen. Dus vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet om het buiten te drukken. Dan blijf jullie te horen wanneer dat er een nieuwe livestream gaat zijn. Of een video online komt. Of een vlog. Of een postje. En nu ben ik heel snel. Dit was ik aan het zoeken. Ga ik dit nou allemaal nog gewoon in de computer gooien. Nog in de kander steken. En dan ben ik echt slapen. Want het is nu al 1 uur 29 s'nachts. Tot later allemaal. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo.